Nieuw project en ik ga vandaag beginnen met Lily haar kamer. Zo. Dat het zo'n. Ik zei, het gaf, ik voel me leeg en ze zei: er is ruimte. Dat is zo bizar. Waar sta je dan? Het plan is als volgt: en dan ga ik naar huis met meer spullen. Bij mijn brein is het dus lastig. Ik zie het al voor me en dan moet ik het meteen doen. Hey, welkom bij een nieuwe weekvlog. The party is over. Ja, Libby is gewoon 3. Maar we gaan naar een nieuwe party. Een nieuw iets beginnen. Nieuw project. En ik ga vandaag beginnen met Libby haar kamer. Dus kom je mee naar de makeover van Libby, haar buitenkamer. Nee. Ik probeer een half uur om de tweelingen in slaap te krijgen. Ze hebben vannacht alleen maar een speentje nodig gehad en toen zijn ze weer verder gaan slapen. Thank the Lord. Ik heb nog wallen van hier te Tokio van het hele drukke weekend. Dus ik moet ook een beetje slow down, Sanne. Maar ja. Ik heb het in mijn hoofd en ik wil zo graag dat kamertje leuk maken. Daar krijg ik gewoon ook weer energie van. Ja, ik ga het gewoon proberen. We zien het wel hoe ver we komen. Maar Libby moet wel vanavond in een bed slapen. Maar als ik dit bed nu uit elkaar heb, dan kan Stefan wel vanavond helpen om dat ledikantje aan elkaar te zetten. Gaat me lukken. Mama, gaat me lukken, zegt Libby dan. We zijn een hele lijst aan het bijhouden van wat ze allemaal zegt. Een gat in de gaat, een gat. En we zijn beste dinnies, hè? Vriendinnies. Ik mis haar nu al. Ze gaat over een jaar al naar de basisschool. Really sad, hè? Ze zeggen dat dit de trieste maandag is van het jaar. Die heeft een naam. Ik kom er niet op. Ik ben te moe. Maar die had ik gisteren. Maar vandaag niet meer. Dus we gaan aan de slag. Ik heb het gewoon gecheft. Deze planken gaan zo meteen weg. De hele kamer. Ga ik even de vloer poetsen, dweilen. En dan haar peuterbedje in elkaar zetten. De muurstukjes op de muur. Ja, die is bij mij geborduurd. Dus dat vond ik wel leuk. Die ga ik ook nog opzetten. Ja, die ga ik ophangen. Ja, dat snap ik. Kijk dan, we zijn hier lekker aan het plakken. Volgens mij hebben we ze. Ja, waren er nog 3. Je wou nog eentje bij de... Ja, doe maar eentje. Ja, doe maar eentje daar. Ja. Dan doe ik er nog eentje. Hier. Ja. Leuk. Skat. Zo. Moet dit over het kussen zitten? Wat zegt u? Moet dit hier al? Ja. Dan mag ik daarover. Die gaat niet over. Even dat ramen. Ook een hoop aan de buitenkant. Wij zegenen dit bedje. Dat ze er lekker zo slaan. Kijk wat
Wat heb jij nou? Wat voor dieren is dat? Het is Tata. Wow, ja. Doe me niet aan zitten, schatje. Qua afhalen, cadeautjes. Kijk, dit is een beer. Zie je dat? Met een nieuw bed. En een nieuw bed. Maar is het mooi? Ik zie allemaal. We zijn weer tai-tai poppetjes aan het maken. Lily kan het heel goed zelf, hè? De tweeling heeft honger. Nee, 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 nee. Kijk papa wat hij doet. Wat doet hij dan? Nee, 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 nee. Louis. Nee, 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 nee. Hij doet het zijn hoofd. Nee, 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 nee. Tai, 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 tai. Nee, 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 nee. Terugweg van de psycholoog. En vandaag hebben we Billy op de gang gezet. En dat is de strenge ik. En ik heb het een naam gegeven. Moeten geven. En Billy op de gang moeten zetten. Super dik proces. Emoties. Bizar. En dat Billy eigenlijk al vanaf groep 4, toen ik ben blijven zitten, al bij me aanwezig is. Dus dat was wel een heel bizar dik besef dat ik dacht, wauw, wat een impact heeft Billy op mijn leven gehad. Maar dat fysiek dat op de gang zetten en die oefening doen, dat het zo'n, ik zei, het gaf, ik voel me leeg en ze zei, er is ruimte. Dat is zo bizar. Er is zoveel nog te leren over mezelf en doorbraken te vinden. En dan heb je toch maar zoveel weer meegemaakt als mens, hè? Ik ben zo blij met een psycholoog in mijn leven die me helpt. En dat er elke dag maar weer nieuwe genade is. Waar je ook maar doorheen gaat. Ik voel me echt bevrijd of zo. Dat is dan ook weer lastig, hè, als christen, om dat dan te zien wat bevrijding, geestelijk bevrijding, mentaal is hetzelfde. Maar ik geloof ook echt dat God je niet voor niks psychologen en mentoren en mensen om je heen heeft gezet om je te helpen om dingen te verwerken. En niet alles lukt alleen maar door te bidden of door te proclameren of door te... Je moet ook dingen beleven, herleven en vooral verwerken. En daar geven we onszelf vaak echt niet de tijd voor. Ja, dus ik ben weer heel erg dankbaar. Ook ontzettend moe. Kinderen worden nu al een paar dagen om 5 uur wakker. Alsof ze in een ander ritme weer gaan en een volgende sprong zitten. Maar ze hebben wel goed doorgeslapen. Alleen, Libby werd om 11 uur wakker. En ik was vergeten een luier bij haar aan te doen. Dus het hele bed zeikensnat. Ook daar is weer grace voor. Anyway, ik ga naar binnen. Een avocado toast maken. Lunchen. En even alles tot me in laten dringen. Ga je lekker wandelen? Het is wel wat zwaarder, hè, Libby? Ga je lekker wandelen met Jess. Of wordt ze in de hoek gezet? Oké. Okay. Dat is echt mis. Heb je niet een puzzelstukje per ongeluk verstopt?
aan jouw gezicht te zien. Waar, oh waar. Het is alweer vrijdag. We zijn hier lekker met z'n drietjes. Alle drie ziek. Ik had eerst om 11 uur Lou, toen om 11:30 Jess, toen om 1 uur Libby bij ons en toen om 3 uur Lou. Weer. Eén voor één weer teruggelegd en toen weer opnieuw. Ja. Dus vandaag doen we langzaam aan, hè? En we gaan wentelteefjes maken. Kaas. Kaas. Lekker. Kaas. Jess, waar ga je heen? Jess gaat onder het stoel. En Lou, die is hier aan het knoeien. Knoeipoets. Die ligt lekker chill. Jess. Joe. Jess. Wat ga je doen, Libby? Gaan we niet meer spelen? Hoi, Koepie. Koepie-loepie. All right. Good morning. Het is zaterdagochtend, de 21ste. De tweeling is vandaag 7 maanden oud. Dat betekent dat ze officieel eigenlijk geen nachtvoeding meer nodig hebben. Het plan is als volgt. Jess slaapt al eigenlijk een paar nachten door. Nu Lou niet meer bij haar slaapt. Die slaapt hier bij ons. Waardoor ik makkelijker heb beslist, sorry, ik vind allemaal haren op mijn shirt. Waardoor ik makkelijker heb besloten dat Jess op zolder gaat slapen. Dus we gaan op zolder in het kleine kamertje waar de sauna nu weg is. Gaan we haar slaapkamer maken. Ik ga dat doen met restaankleding. We hebben gewoon een very tight budget. Because of an unexpected financial thing. Een onverwacht financieel dingetje wat ge... ja, dat heb je als je een eigen bedrijf hebt. Maar goed, daardoor word ik juist creatief altijd. En dan denk ik van, ik heb nog weer hangover van Libby haar kamer. ik heb nog verf over. Ja, ik ga er gewoon even een leuk hoekje van maken. En die tweeling moet zo snel mogelijk uit elkaar. We hebben besloten dat wij toch op deze kamer blijven. Ik kan hier gewoon geen afscheid van nemen. Hoe ik het heb nu ingedeeld heb. Hoe ik het... Dus we gaan boven op de grote kamer een studio maken. Daar blijft de sauna staan. Want toen ik zag, toen hij daar stond, dacht ik van... Hey, perfect. In een hoekje komt een ezel waar ik weer mijn schilderen weer ga oppakken. Er komt een tafeltje waarbij ik... projectjes kan doen. Ik heb zoveel projecten al in mijn hoofd voor 4 jaar lang, jongens. En I'm not missing out. Ik moet echt heel ver weg blijven met vergelijken. Ik had gisteren ook een Insta-post over gemaakt in mijn stories. Dit bed, wat op Libby haar kamer stond, die gaat naar boven en die klappen we in. Die laten we klein, zoals een bank. Zodat het een bankje wordt in een hoek en kunnen uitschuiven als er logies komt. Ik zie dat al helemaal voor me. En ja, mijn moedergevoel zegt dat ik nog gewoon hier moet blijven. Ook voor Libby. Ik ben vannacht 5 keer eruit moeten gaan voor Libby. Dus ja, is nog wat te klein. Kijk, Libby had ook naar boven de zolder gekund. Maar dan had de trap van de zolder veilig moeten zijn. Onze zoldertrap is gemaakt door de vorige bewoners als hobbymensen. Elke tree is ongelijk. Hele grote gaps, gaten zitten ertussenin. Dus die moet eerst dicht, die ijzeren platen er vanaf, dan wit schilderen, schuren en van die trapmatjes erop. Ik heb hele leuke gezien. Maar goed, dat is niet zomaar in 1 dag gedaan. En gelukkig had ik dat al in mijn hoofd, dat ik wist dat deze verhuizing niet binnen 1 dag kan gebeuren, maar 1 of 2 maanden. Nou, we zijn goed bezig, want... Libby, haar kamertje, die is al echt superleuk aan het worden. Ja, dan ben ik nog accessoires voor aan het zoeken. Maar dat is gewoon, het is gewoon nu klaar en af. Ja, onze kamer is gewoon af.
Loeken en nou gewoon gesterkamertje en die studio inrichten. Maar dat mag tijd hebben. Dat mag tijd hebben. Ik ga nu beginnen met het ordenen van die kleine kamer. Alle hoeken leeghalen, alles ordenen. Ja, hij is eraf. Alle hoeken ordenen. Ik heb bananendozen. Dus alles wat naar de kringloop kan of weggegeven kan worden. Gaat daarin, gaat weg. Heerlijk die kladderen. Dus dat ga ik nu doen. Oké. Dit is het kamertje. Gaten vullen. Die wand wordt het behang wat ik nog over heb van Liddy. Dit moeten we vandaag allemaal uitzoeken. We hebben Grace, het hoeft niet allemaal. En dan komt, als ik even naar achter loop zonder te vallen, komt hier het bedje tegen die muren aan met een bedhemeltje en een leuk schilderijtje en een lampje. So here we go. Oh ja, zal ik je even de before laten zien? Dit is de zolder. Kijk, hier staat de sauna. Dacht ik hier, heel mooi hoekje. Om een leuk hoekje te maken met een ezel en verven. Licht komt daar binnen van. Ja, en dan hier het bedbank met een tafeltje, stoelen. Ja, bij mijn brein is het dus lastig. Ik zie het al voor me en dan moet ik het meteen doen. Terwijl dat niet kan. Dus gisteren was een goed leermoment, gisteren op vrijdag. Kids zijn ziek. Ja, ze sliepen maar een half uurtje per keer. Ik kon niet even naar boven iets al doen. Dus ik moest iedere keer aanpassen in mijn hoofd. Nee, Sanne, het lukt gewoon niet vandaag. In plaats van, potjandorie, ik wil het doen, waarom lukt het niet? Blablabla. Dus mijn oude ik, mijn strenge ik, Billy, die staat nog steeds op de gang, maar die probeert wel steeds binnen te komen. Oké, niet kletsen maar doen, zeggen we dan in de nette taal. Dus ik ga beginnen. Helemaal leeg. Is de kachel. Dit is dus allemaal kringloop. En dan ga ik naar huis met meer spullen. Zo, complete plaatje. Voor Libby naast haar bed. Een wasmand op haar kamer en op de tweelingkamer. Het is zondagochtend. Stefan is met Libby naar de kerk. Oh, ik had er zo leuk aangekleed vanochtend. Maar niet gefilmd. Want het hoeft niet altijd. Ja, ik ben gisteren echt ineens super, super goed geslaagd bij de kringloop. Bij ons in het dorp. Ik zal even laten zien wat ik, hoe ik het gesteld heb. Niet wat ik gehaald heb, want dat heb ik al laten zien. Maar hoe ik het gesteld heb. En ik moet nog één kastje even repareren, maar dat ga ik met een lijmpistool doen. Want die met rieten manden zijn altijd die rieten. Hoe zeg je dat? Het aanhangsel. Oh. Nou goed, is een beetje stuk, dus dan moet ik even plakken. We wel wat iets van de prijs af kunnen krijgen, want ik vind de kringloop nu ook echt ineens vet duur. Ik denk, hallo, waarom? Dus dat. En vandaag ga ik even kijken en hopen om Jess haar kamertje te gaan behangen. Met dit behang. Maar ik moet eerst even meten, want het is patroonbehang. Dus ik moet wel even kijken of het uitkomt. Als het niet uitkomt, hebben we besloten. Want ze gaat er echt 2-3 jaar slapen. Misschien wel langer. Gaan we een nieuw behang halen. Ik wil niet dat het maar even een kamertje is. Ik wil wel dat het een kamer is waar ze voor een tijd kan zijn. Dus ja.
En ik heb al heel leuk behang op het oog. Niet dat ik dat dan nu per se wil, want ik ga echt eerst meten of dat andere behang allemaal past. Dat ga ik vandaag doen en misschien alvast behangen. Was opruimen, tweeling in slaap krijgen en laten zien wat ik gesteld heb. Zo, ik heb alle aanhechtingen. Dat heb ik allemaal even mooi vastgeplakt. Dus zo ziet het er weer als goed als nieuw uit. Even vastplakken. Hartstikke leuk. En even gepoetst. Haar ijsberen, ze gaat haar alles. Maar die houdt er ook goed tegen om er niet uit te vallen. Want ze wil dit rekje niet omhoog. Dus dan ligt ze lekker erin. Nou, die lekker hier. Die mand hier met alle knuffels. Nou, hoe leuk is dit plaatje? Hartstikke mooi. Heel mooi. Hallo. Het is 10:30 in de avond. Zondagavond. Ik blijf nog even wakker. Want de avond nam een andere wending aan dan we hadden gehoopt. Namelijk Lou ging slapen. Ik vond hem vanmiddag al gek ademend wakker worden, maar... niet meer echt opgelet. En Stefan brengt hem naar bed. En een kwartier later wordt hij wakker. Mega benauwd. Kan niet liggen. Echt piepen. Borstkasten. Ribbetjes. Neusvleugelen. Naar de hap toe. Om 8:00. En die vond hem ook echt piepen. En niet lekker. Dus hij moest nu om de kwartier. Vanaf 9:15. Om de kwartier 4 pufjes. Vet veel. Moest beter gaan voor 10:00. Het gaat redelijk. Dus we zien wel wat vooruitgang. Dus we moeten nog even afwachten tot 11:00. En anders naar Zuid. Gaan we niet doen. In Jezus' naam. Maar goed, ik had dus een hele update in het kamertje willen doen van Jess. Maar ik ben ook zo moe. Dus dat ga ik komende week doen. En komende week ga ik ook voor 4 dagen naar Engeland. Maar goed, het moet wel beter gaan met Lou. Ik sluit hierbij de vlog af. Ik wens jullie een hele fijne week. En ik zie jullie volgende week. Bye bye.